Ik ging naar het goedkoopste land van Europa, namelijk Albanië, om te kijken hoe duur het daar daadwerkelijk is. Toen we aankwamen hadden we een auto gehuurd voor 9 euro per dag. Na een eindje rijden wilden we ergens koffie drinken. We zijn ergens aan de zijkant van de weg gestopt. En een espresso hier kost 69 cent. Later kwamen we in een dorpje aan waar ik een hele lekkere burek heb gegeten. 40 cent is dit. 40 cent zelf. Is lekker dit, joh. Maar hier word je natuurlijk niet vol van, dus kochten we ook nog ergens een pita gyro. Dit is 1,20 euro. 1,20 euro. En nu dachten we dat het heel duur ging worden, want we kregen een boete. En die parkeerboete, dat kost in totaal 8 euro. In de avond besloot Nick om naar de kapper te gaan voor 4 euro. Ja, dat is niet duur. Ons hostel kostte 6 euro per nacht, waar we ook onze nieuwe vrienden hebben ontmoet, waar we de volgende dag echt super uitgebreid mee gingen eten. Voor 6,40 euro per persoon. In de avond gingen we met z'n allen keihard zuipen en kochten we een VIP-tafel voor 12 euro per persoon.